Heb jij ook wel eens moeite met je grip tijdens krachttraining? Dat is zonde. Want op het moment dat jij je grip verliest, maar je spieren kunnen nog wel verder, is het eigenlijk zonde van je progressie, omdat je eigenlijk je spieren niet meer prikkelt. Dus je wil voorkomen dat je je grip verliest en daarvoor gebruiken we lifting straps. Nou, ik laat even kort zien hoe je dat gebruikt. Je kunt er een linker en een rechter van maken. Op het moment dat je je pols er doorheen lust, moet het strap richting de duim zitten, onderlangs. Nou, dit stuk zit boven de pols en daar hangt het gewicht vervolgens op. Nou, we hebben hier een soort van rubber tussen zitten, waardoor hij fijner om de pols zit. Nou, vervolgens doe ik ze alle twee dus om. Ik strap ze hier even vast. Doe ik hem onderlangs op de stang waar ik vervolgens mijn handpositie wil pakken. Ik lus hem even een paar keer onderdoor. En dan trekt hij zichzelf al strak als ik aan de stang draai. Nou, de volgende moet je even met één hand doen. Dus ik begin altijd met de hand die het minst handig is. Deze lus ik er doorheen. Ik pak hem één keer over en dan draai ik hem alsnog weer strak. Je kunt het nog een beetje verschuiven door heel lichtjes naar links of rechts te draaien, zodat je de symmetrische positie hebt. Nou, en nu hangt het gewicht voornamelijk aan de pols. Maar je moet alsnog gewoon knijpen in je hand. Dus je treedt alsnog wel gripkracht, alleen het is geen beperkende factor. Nou, vervolgens kan ik me rustig uittillen. En kan ik me veel beter focussen op de techniek, omdat de grip geen beperkende factor meer is. Dus niet alleen voor halters is het ideaal, maar je kunt het ook gebruiken bijvoorbeeld voor dumbbellwerk of voor de lat pull down waarbij de grip dreigt te verliezen. Dus kortom, een hele makkelijke toevoeging voor je training en zorg dat daarmee je grip geen beperkende factor meer wordt, zodat jij optimaal resultaat kunt boeken.